Hallo allemaal! Ik ben Sarah, je mag het ook Brukje zeggen. Vandaag ga ik voor jullie een pasta last minute maken. En wat wil dat zeggen? Dat ik gewoon de groentjes uit mijn frigo ga nemen om een soort pasta mee te maken. Super snel, want ik zou graag ook wat babytime hebben. Dat is eigenlijk wat ik ga doen. Wat ik altijd doe, zeker. Dus je mag altijd liken, nu volgen of delen. Dat zou super bien zijn. Maar voor nu dus gewoon is kijken genoeg. En dan ga ik jullie ook een keer uitleggen wat ik just doe. Dus begin al met je oven op 200 graden voor te verwarmen. Dan neemt je alle dingen die in je frigo staan, die eigenlijk dringend een keer op moeten. Dus bij mij is dat een paprika, een halve pompoen. En ik ga daar dus een ajuin, een rode ui, want dat is al dat ik in huis heb, bij snijden. Oké, je neemt een snijplank, je neemt een onion, of ajuin, als u Nederlands spreekt. En dan ga je die dus eigenlijk gewoon heel simpel pellen en in hele grove stukjes snijden. Pak een ovenschaal. Oké, en als ik zeg grof snijden, bedoel ik dus echt gewoon in 6. Hup, dat gaan we dus, voor mensen die visuele dingen willen hebben, in de pan doen. We nemen paprika. Dat mag heel grof, zoals je ziet. Dat gaat ook gewoon de pan in. Mijn pompoen. Ik ga hem er niet gans in doen, dus ik ga daar weer de helft van gebruiken. De schil is eraf. Die doen we weg. Dan hebben we dus ruwe stukken pompoen, maar we gaan ze dus ietsje kleiner doen. Blokjes van 2 centimeter. Gewoon omdat je wilt dat ze garen. Heb ik nog iets in de frigo? Ga eens kijken. Ik heb hier ook nog een halve jonagold. Dat is vandaag fruitpapje van de middag. Die ga ik er ook bij doen. Dus dat zijn de groentjes gesneden. Wat ga je nu doen? Daar ga je een beetje olijfolie op doen. En met een beetje bedoel ik, ja, een vrij goede scheut dus, duidelijk. En waarom eigenlijk? Je wilt eigenlijk dat alles goed gecoverd is, zodat, ik weet niet, ik heb het gevoel dat het allemaal minder verbrandt als daar een beetje olijfolie op is. Dat is hier, ajuin prik. Oké, wat gaan we er allemaal bij doen? Dus, een beetje zout. Zo. Een beetje. Ik ben daar heel voorzichtig mee. Chili. Een beetje gerookte paprika. Heel weinig, want dat is echt wel heel straf van smaak. En dan salie. Salie en pompoen is super lekker. Dus daar ga ik hier. Ja, kom, wat is dat? Twee eetlepels. Ja, of één volle eetlepel. Salie en pompoen. Twee. Dan gaan we dat mengen. Ik heb mij dus herinnerd dat ik nog een handje vol tomaatjes had liggen. Maar is dat een stuk of 5? Die ga ik er ook bij doen. Hup, volledig. Dus dan gaan we dat in de oven zetten. Dat ga ik daar gewoon laten instaan tot als dat klaar is. Over het algemeen is dat 20 minuutjes. Ondertussen ga ik ook water opzetten, zodat mijn pasta kan koken. En dan ben ik terug van zodra dat spel hier uit de oven kan. Hè. 20 minutes later. Die zien er zo uit. Simpel in een kom. Daar gaan we dus de mixer in zetten. Ik ga daar nog wat peper bij doen. Dat is ons sausje. Ja. Eigenlijk kun je dat dus doen met de groenten die je wilt. Heb je een broccoli staan, doe dat met een broccoli. Dat heb ik vergeten. Wat gaan we nu nog doen? Want het is niet gedaan. Zij content. Het is ook niet vegan, want Tristan gaat er sowieso een kilo kaas op doen. En dan ga ik er dus gewoon ook halloumi bij bakken. Dus wat ik doe, ik ga pijnboompjes bakken. Ik ga halloumi bakken met wat look, want dat heb ik nu vergeten mee roosteren in de oven. En dan gaan we dat allemaal mee. Ik ben echt een mega fan van halloumi. Halloumi is super lekker. En dan ga ik dat snijden in blokjes van 1,5 centimeter op een centimeter. Whatever, maakt eigenlijk niet veel uit. Maar gewoon klein, zodat dat goed mengt in de saus. En zodat dat ja, rap klaar is, hè, want ik heb honger. Dat is mijn brok halloumi. Ik doe dat allemaal terwijl mijn pijnboompjes moeten grillen. Hè. Ondertussen is ook mijn pasta klaar. We gaan de pasta in de ovenschaal van daarnet toe.
Mijn pijnboompitten zijn klaar. Dan ga ik in diezelfde pan een beetje olijfolie toe. Voilà. Wanneer weet je dat de olijfolie warm genoeg is om te beginnen bakken, ga je dat zien als je olie eigenlijk begint uit elkaar te gaan. Stop dat we zijn. Voilà, de halloumi is klaar. Goed krokant gebakken, zoals dat je ziet. Dat is mijn saus met de pasta. Als je vegan bent, kun je dus gewoon de halloumi skippen en dat hierop eten. Dat is als het klaar is. Dus, ik ga er sowieso mijn sriracha bij eten. En nog een beetje gemalen kaas. Oké, ik wil even zeggen... Het is super lekker. Ik ben er super content af. Hè? Zal dat zijn? Ja. Hoe? Mm, yum, yum.